Een van de onderdelen van de week die voor ons staat, ook jouw week, is de keuze van de kijker.nl. Ja. Daar gaan we weer, maar het is altijd leuk. We gaan vragen aan de Nederlander, wat vind je nou de mooiste documentaire van na de Tweede Wereldoorlog? Nou, ja. we zijn er steengoed in, dus er zijn heel veel goede documentairemakers. Nou, we noemden Haanstra al, Evans van de Keuken niet te vergeten, maar ook in de jongere generatie. Wat is jouw keuze? Dat hebben we je vanmiddag gevraagd. Ja. Nou, ik heb een heleboel films gezien. Te veel, bijna. Vanmiddag zag ik Goud van Nick Koppen, ook een fantastisch film. Maar wat voor mij echt een trouvaille was, ik kende hem niet, terwijl hij heel beroemd is. Buddha's Lost Children van Mark van Kerk is een film die gaat over een Thaise kickbokser die zijn leven veranderd heeft. En hij is boeddhiste monnik geworden en hij redt in Noord-Thailand, in dorpjes waar heel veel heroïne verkocht wordt en waar de kinderen onderuit gaan. Daar probeert hij met name jongetjes weer op het rechte pad te brengen. Of weeskinderen neemt hij op in zijn groep. En dan krijg je een keiharde leerschool. En waar ik jaloers op ben, is dat de makers een jaar lang in dat gebied hebben rondgezworven. En echt het vertrouwen hebben gewonnen van die man die heel veel cameraploegen al gezien heeft en altijd één minuutje interview doet. En vervolgens heeft het een waanzinnig mooie film opgeleverd. Oscar genomineerd overigens. Hij wordt ingestuurd door Nederland voor de Oscars. Dus ik hoop heel erg dat deze Nederlandse maker dat gaat redden. We gaan kijken naar een scène waarin die twee jongetjes die ruzie hebben gehad met elkaar bij elkaar brengt. ความรักที่ให้เนี่ยทองสร้อยเป็นความรักที่เข้มแข็งไม่ใช่ความรักที่อ่อนแอถ้าเฮารักลูกเราต้องให้ลูกเข้มแข็งรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเข้าใจป่ะกอดกันเอามีผมมาเยี่ยกันนะครับผมจะฮักกันครับ ja, prachtig hè? Ja, het werkt verderop in de film, hoor. Het werkt echt uitstekend. Ja.